Ik praat er even tijdens de Hacker van in Groningen met Peter Willemsen. Je hebt 24 uur net achter elkaar geprogrammeerd, niet geslapen. En jij had een crazy idea met jullie team. Hoe heet jullie team? Ons team heet WeQuest. En dat was het einde van kapitalisme. Crazy shit. Wat was het basisidee? Nou, het basisidee was eigenlijk dus dat we in plaats van een economie hebben waarbij je dus vragen hebt en aanboden, waarbij mensen eigenlijk gewoon meer betalen als er meer vraag is en minder aanbod, gaan we zeggen van wat nou als we alle resources op de hele wereld nou eens gaan bekijken en die op een hele intelligente manier gaan distributeren. Dus op zo'n manier dat het eigenlijk zo goedkoop wordt om bepaalde services te gaan bereiken. Je wordt een factor 10 keer goedkoper. Kun je een heleboel onzin kun je gewoon dingen. Daar heb je dus een oplossing voor gemaakt. Nou, we gaan eens kijken hoe je het gedaan hebt zometeen als jury komt. Ik had even een vraag voor jou. Jij hebt een ervaring met blockchain en IOTA. Hoe vind je het om een IOTA te ontwikkelen? Hoe goed is dat platform op een gegeven moment om de Internet of Things te gaan managen? Nou, het mooie is aan IOTA is dat het een protocol is. Ik zie het meer als een DLT dan echt als een crypto. Distributed ledger, ja. Ja, dus het is echt meer een distributed ledger. En het mooie is aan IOTA vind ik dus, omdat er dus eigenlijk geen transactiefees zijn, kan je dus ook transacties maken met nul IOTA erop. Dus met data. Je kan dus een transactie maken, je zet er een berichtje op. Bijvoorbeeld het weer is nu mooi of het weer is nu 20 graden. En dat wordt eigenlijk beveiligd in een soortgelijke ledger als een blockchain. Dus net zo moeilijk om dat te veranderen. Als het er eenmaal in staat, is het de truth. Ja. En dan wordt het geverifieerd door iedereen. Alleen zijn er geen fees. En het is ook niet dat iedereen elke node een kopie heeft van alle transacties. Maar je kunt het wel terugvinden. Ja, klopt. En dit is eigenlijk het hele mooie aan IOTA. Dus heel veel mensen zullen zeggen, blockchain is overbodig. Mensen vanuit een beetje echte diehard IOTA groep. Dan praat ik niet over de standaard community, maar echt die fanboys. Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens, want IOTA is meer anders dan eigenlijk blockchain. Want blockchain heeft nog steeds eigenschappen die IOTA gewoon niet heeft. Maar eerst even over IOTA. De kwaliteit van het platform. Hoe goed is het? Hoe goed is het om mee te werken? Ik vind het persoonlijk heel goed. Ik zou zeggen, als je developer bent, zou je er best wel snel mee in kunnen werken. Documentatie verandert vrij snel. Het is nog beta. Maar je moet het zo zien. Als jij daarmee wil beginnen, eigenlijk het enige wat je nodig hebt is een computer of een Raspberry Pi of iets van een IoT device. En gewoon een platform downloaden. Je hoeft geen tokens te kopen. Je kan gewoon gelijk beginnen met een toepassing bouwen. Wanneer heb ik dan die tokens eigenlijk nodig? Want het is op zich is het al een miljarden platform. Hè? Die IOTA tokens zijn al heel veel geld waard. Ja, klopt. De market cap staat op dit moment iets van 3,5 miljard of zo. Maar als je echt die tokens wil gebruiken, echt nodig wil hebben, dan zou ik zeggen eigenlijk alleen voor betaling. Dus voor het overzetten van monetaire waarde. Omdat IOTA heeft geen custom tokens op dit moment. Ze zijn er wel mee bezig, maar het zal nooit zo extreem feature. Maar die dingen die zijn er niet voor niks. Het is wel miljarden euro's waard. Dus een heleboel mensen hebben nu die dingen, die zijn geld waard geworden. Ja. Hebben ze niet echt een formele rol in het IOTA platform? Nee, ik denk persoonlijk van niet. Het is echt voor het transacten van monetaire waarde. Dus stel, jij hebt een device en jij denkt van, nou, ik wil die data eigenlijk wel verkopen. Ik wil daar geld voor hebben. Dan zou je dus kunnen zeggen van, oké, ik laat mensen hier bijvoorbeeld 10 IOTA naartoe sturen. En als mijn device erkent dat er 10 IOTA naartoe is gegaan, dan geef ik die data. Dus daar wordt het. Daar is dus gewoon het betalingssysteem of choice, zeg maar, van het IOTA platform. Maar je hoeft het helemaal niet te. Want je kunt die informatie prima vastleggen. Ja. Zonder geld. Klopt, want eigenlijk als jij die informatie vastlegt, doe je eigenlijk al een beetje werk om het netwerk veilig te houden. Nu heb je iets geprobeerd om praktisch te doen, zeg maar. Je hebt de laatste 10 uur heb je als een dolle zitten programmeren. Heb je niet met IOTA gedaan? Waar heb je het mee gedaan? Breek me de bek niet open, maar het is eigenlijk gewoon best wel centraal. Alleen, wat heb je nu gebruikt als ontwikkelomgeving? We hebben nu eigenlijk gewoon een globale database. Dus het is een globaal object. Er is wel een blockchain aanwezig voor het transformeren van de tokens die we hebben. Maar eigenlijk was IOTA eigenlijk niet het meest innovatieve deel van ons platform. Als ik er tijd voor zou hebben, had ik het wel ingedaan. Want het is gewoon een protocol waar ook iedereen akkoord mee gaat. En daardoor is het natuurlijk ook een heel mooi ecosysteem. Nou, we gaan eens kijken of hij gewonnen heeft. Nog een keer de naam van het team? WeQuest. WeQuest. Maar zo ziet een programmeerder uit dat hij 24 uur straight heeft doorgewerkt en het project heeft afgeleverd.